Alex is een van de beste bouwers van Nederland. En ik heb Alex uitgedaagd voor een bouwwedstrijd. Maar wat hij niet weet is dat ik stiekem ga valsspelen met / tekenen. Hiermee kan ik elke tekening omtoveren tot een echt bouwwerk. Alex, wat gaan we bouwen? Ik ben zo benieuwd. Het is... Oh, het is een draak. Een draak? Oké, we krijgen 15 minuten de tijd. Succes, Alex. Eentje die vuur spuwt en eentje die kan vliegen. En eentje waarin kan wonen. En... Ja, succes, succes. Eentje om in te vliegen. Gewoon een mooie draak. Je hoeft er niet in te wonen. Dat is een beetje gek. Jij ook. Doei, doei. Doei. Oké, als ik / teken intyp en dan op enter klik, krijg ik dit voor mijn neus. En hiermee kan ik dus tekenen. Oké, en ik moet dus een draak gaan maken. Maar ik wil wel een hele mooie draak. Ik wil een rode draak hebben. Maar hoe ga ik dan weer een rode draak maken? Oké, we beginnen hier gewoon even met... Ik kan echt niet tekenen. We beginnen met hier het hoofd van de draak op deze manier. Misschien een beetje een raar hoofd. Dit gaan we eventjes helemaal vullen met rood. Want ik wil namelijk wel een rode draak. En dit lijkt niet eens op een draak. Dus daar moeten we wat aan doen. Ik moet een soort van stekels op deze manier maken. Kijk. Nu lijkt het sowieso al meer op een draak. Doe ik hier nog even een oog. En eens even kijken. We maken een mondje. En een neusgat erbij. Dit is echt de lelijkste draak ooit. We gaan een mega draak maken. Sterker nog, we gaan een ender dragon maken. En een ender dragon maak je natuurlijk met... Ik denk black concrete. Hoe ziet een ender draak er ook alweer uit? Wacht eens even. We kunnen gewoon zijn hoofd pakken. Om af te kijken hoe die er echt uitziet. Dit is namelijk hoe de draak eruit ziet in Minecraft. Ik denk dat we gewoon een hoofd moeten gaan maken. Als allereerste. En die maken we hier in de lucht. Oh, op deze manier hebben we namelijk een blokje van 8 bij 8. En dan kunnen we gaan beginnen met het maken van de ogen. Hiervoor hebben we nodig roze en paars. Zodat we zijn ogen er extra goed uit kunnen laten zien. En hij heeft ook een beetje wenkbrauwen, zie ik hier al. Dus laten we kijken of we die ook kunnen maken. Zodat hij heel boos gaat kijken zo. En dan hebben we natuurlijk ook nog een snuitje voor hem nodig. Zodat hij een beetje kan ruiken en alles. Maar oh, hij ziet er nu echt al super eng uit. Maar nu is de vraag, heeft het ook gewerkt? Ik zie een schaduw en... Wow. Dit is precies de draak die ik heb getekend. Een soort van... je hebt hier een neus, je hebt hier een oog. En kijk. Hier zijn die hoorns die ik heb getekend. Dit is echt perfect. Op deze manier ga ik deze bouwwedstrijd 100% van Alex winnen. Hij lijkt ook wel een beetje op een Enderman, vinden jullie niet? Het zal ook allemaal wel. Laten we beginnen met het maken van de mond. Ik heb dus echt nog nooit een Minecraft-draak gebouwd in Minecraft. Terwijl dat eigenlijk iets is wat de meeste mensen vaak wel maken. En dan kom ik al als Minecraft-noobie die nog nooit een draak heeft gemaakt. Is dit überhaupt wel hoe zijn mond eruit ziet? Ik hoop het wel. Ik zie het niet zo goed. Misschien met behulp van een kleine potion dat we wat beter de verschillen kunnen zien tussen de zwarte kleuren. Het ziet er niet echt zo eruit, hè? Ik snap zo niet hoe we zijn hoofd moeten maken. Ik ben hier zo slecht in. Wat heeft Jesse nou weer allemaal gemaakt? Oh, is even, dat is echt een mega-draak. Hoe heeft hij dat binnen die tijd al gedaan? Dat is onmogelijk. Ik weet alleen niet of de muur die ik heb gemaakt wel hoog genoeg is. Want als Alex mij betrapt, dan heb ik een probleem en dan stopt de video. En ik moet deze bouwwedstrijd winnen. Laten we alvast verder gaan met zijn hoofdje. Aangezien Jesse al een heel hoofd heeft. We moeten wel een beetje opschieten eigenlijk. Laten we dan ook maar alvast beginnen met de oortjes van de draak. De oortjes van de draak komen namelijk hier zo te staan. Met een klein beetje steen op zijn oortje. Dat ziet er al best wel goed uit als een draak, al zeg ik het zelf, toch? Oké, ik heb nu alleen een hoofd, maar ik heb natuurlijk meer nodig dan een hoofd. Ik moet een lichaam van een draak gaan maken. Maar hoe ga ik nou weer ooit een lichaam van een draak maken? Ik ben zo slecht in tekenen. Oké, ik denk dat ik maar gewoon ga beginnen. Het gaat denk ik wel een kleine draak worden. Ik moet niet een te grote draak maken. Want als Alex ziet dat ik een mega draak heb gemaakt, dan weet hij 100% zeker dat ik aan het vals spelen ben. En dat is niet de bedoeling. Oké, de draak wil ik eigenlijk rood hebben. Een rode draak. Alleen moet hij wel een soort van schubben hebben. Dus voor de schubben gebruik ik gewoon allemaal verschillende kleurtjes. Kijk, en dan doe ik hier nog wat blauw. En dan doe ik gewoon nog wat groen. Dit gaat echt de vetste draak ooit worden. En een draak heeft natuurlijk ook een staart. Dus het is handig dat ik er ook een staart aan maak natuurlijk. Kijk, en dan, een draak heeft ook voeten. En hij heeft op zijn rug, moet hij ook nog stekels hebben. Oh, kijk dan hoe lelijk deze draak is.
Misschien kunnen we ook een hele lange tong maken. Alsof het lijkt alsof hij zijn tong uitsteekt zo. Oké, hij begint er nu gewoon heel erg maf uit te zien meer. In plaats van een draak. Misschien zijn er wat tanden nodig die hij kan gebruiken. Oké, nee, dit ziet er allemaal niet uit. Hoe ziet de mond eruit van een draak? Er ligt natuurlijk een tong in zijn mond. Ik denk dat we hem het beste zo kunnen maken eigenlijk. Het ziet er nog steeds niet heel erg goed uit, hè. Maar dat zal dan wel. Hij heeft tenminste een mond nu. En dit maken we nog wat minder hoekig. Wat best wel lastig is, want we spelen Minecraft. We tekenen alleen nog even wat voeten erbij. En dan even wat klauwen natuurlijk. Oh. En we klikken op sign. Mijn naam natuurlijk erbij. Kijk zo. En hoppakee. En de draak die staat. Oh nee. Alex gaat nooit geloven dat ik deze draak helemaal zelf heb gemaakt binnen 15 minuten. De draak is echt heel mooi. Nee, hij steekt boven de muur uit. Dit is zo dom. En dit is hoe een draakhoofd is geworden. Het lijkt meer op het hoofd van een puppy. Maar we gaan hem nog enger maken dan dat hij is. Ja, wacht. Dit kunnen we toevoegen. We kunnen misschien zijn snuit een klein beetje langer maken zo. Dit is hoe we er een drakensnuit van kunnen maken. En dan hier met deze kleine puntjes zo. Oké, het begint iets meer op een draak te lijken. Het is niet het bouwwerk waar ik het meest trots op ben in mijn leven. Dat kan ik je wel van zeggen. Misschien op deze manier dat het beter is. Ik laat het voor nu nog eventjes zo. Het is tijd om zijn lichaam te maken. Deze draak gaat namelijk op de grond zitten. Oké, ik heb een invisible potion erbij gepakt. En ik ga gewoon even kijken of Alex doorheeft dat ik zo'n mega draak heb gemaakt. En wat is Alex aan het maken? Alex... Alex is een Ender Dragon aan het maken. Oh, Alex heeft maar 15 minuten de tijd en hij heeft alleen dit pas. Ik ga 100% deze bouwwedstrijd op deze manier winnen. Eens eventjes kijken. Ziet dit er een beetje mooi uit? Dit wordt zo het lichaampje van de draak. Ik weet het, het is best wel maf. Ik durf ook eigenlijk helemaal niet te zeggen, geloof me, het gaat er goed uitzien. Ik ben gewoon helemaal niet goed in het maken van draken, oké? Ja, het ziet er op zich wel mooi uit. Oké, ik ga maar weer snel weg voordat Alex wat doorheeft, want dat is namelijk niet de bedoeling. Ik heb het gevoel, nou ja, het gevoel, ik ruik alsof er iemand hier in mijn nek zit eigen. En het ruikt naar Jesse. Oh, maar hij kan hier toch niet zomaar bij mij afkijken. Wat heeft hij trouwens voor mega draak gemaakt? Wacht eens even. Als hij alleen al een mega... hoofd heeft wat hij... Wat? Dit kan niet waar zijn. Hoe kan ik dit gebouwd hebben en hij dat gebouwd hebben? Ik ben altijd beter inbouwen dan het Jesse is. Oké, ik mag niet te veel spieken eigenlijk. Er mist nog iets bij mijn draak, maar ik weet niet wat ik nog moet doen. En ik heb het ook al opgeslagen, dus ik kan het helemaal niet meer veranderen. Maar als ik / teken intik, krijg ik een nieuw schilderij. En dan kan ik nog wat tekenen. Wat nou als ik gewoon een vloer van lava teken? Dit is dan allemaal lava, zo. En dan kijk, natuurlijk ook een beetje geel. En dan een beetje rood. En nu lijkt het wel een beetje op lava. De bovenkant moet van de lucht zijn. Oh, dit gaat sowieso helemaal fout als ik dit doe. Oké, ik ga het opslaan. Maar hoe kan dit? Weet je wat ik anders gewoon ga doen? Ik ga hiermee vleugels maken. Dit ziet er wel uit als een drakenvleugel, toch? Ik vind hem eigenlijk best wel schattig worden zo met die kleine vleugeltjes van hem. Hij ziet er zo lief uit. Dit is toch zo schattig. En dan ook nog wat pootjes zo. Kijk hem nou, het is een babydraak. Ik moet zeggen, ik vind hem eigenlijk nog best wel cool geworden ook. Babydraak. Oh, nee, dit is helemaal geen lava. Ik heb het ook heel dom getekend. Letterlijk wat ik heb getekend, is het ook daadwerkelijk geworden. Oh, dit was misschien niet heel erg slim om te doen. En de 15 minuten zijn ook gewoon voorbij. Ik ben echt heel benieuwd wat Alex heeft gemaakt. Dit is perfect. Mijn draak is af en super schattig. Alex, de 15 minuten zijn voorbij. Hallo, Alex, achter je. Alex, achter je. Oh, daar ben je. Welkom, Jesse. Dit is babydraak. Ja, echt super mooi gemaakt. Zeg, heb je mijn draak al gezien? Hoe bedoel je jouw draak al gezien? Kom maar. Ik heb echt een gigantische draak gemaakt. Een gigantische babydraak. Alex, oh, die moet je even omdraaien. Je moet even... Hij is echt mega. Ja, hij is groot, hè? Het is een hele grote babydraak. Hoe heb je dit ooit gemaakt in deze tijd? Ik ben gewoon een pro in bouwen. Ik heb geoefend, Alex. Alex, weet je wat? We gaan nog wat bouwen, ja? We gaan nog wat bouwen. Oké, dat is goed. Alex, klik maar op de knop, dan weet je wat we gaan maken. Ja, Jesse, ik geloof er helemaal niks van met die draak. Hoe kan je zoveel gebouwd hebben? Oh, minion, dat vind ik een leuk onderwerp. Ik kan dat supergoed bouwen. Oh, deze ga jij sowieso winnen. Oké, Alex, 15 minuten de tijd om de mooiste minion te maken. Dat denk ik ook inderdaad, Jesse. Je gaat dit niet winnen van mij. Oké, doei. Doei, ik
ga een mega minion bouwen. Een minion die beter wordt dan die van Jessie. Misschien dat ik mijn draakje ook gewoon laat staan, zodat ze uiteindelijk vriendjes kunnen worden. Ik weet als geen ander hoe je een minion moet maken. We beginnen namelijk met de kleine lieve schoentjes van een lieve minion. Minions hebben nog wel gekke voetjes eigenlijk. Dus ik denk dat ik het gewoon zo ga maken. Deze manier heeft hij wel goede schoenen om op te staan, lijkt mij. Oké, ronde 2 en ik moet een minion maken. En ik heb het idee dat Alex door heeft dat ik aan het vals spelen ben. Dus ik moet eventjes iets slims bedenken. Weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon een mini-minion maken. Volgens mij heeft een minion een blauwe broek, zo. En deze minion ga ik zo lelijk maken dat Alex niet eens meer door heeft dat ik aan het vals spelen ben. Kijk, dit is het hoofd van de minion. Het hoofd moet natuurlijk wel iets groter. Kijk, zo. Hier maken we de voeten van de minion. En dan doen we hier gewoon zo. Kijk, dit is het oog van de minion. Pakken we nog wat wit erbij op deze manier. Kijk, dit is mijn minion. Dit is echt de lelijkste minion die ik ooit in Minecraft heb gezien. Dan wordt dit de achterkant van de minion zo. Dit wordt natuurlijk de voorkant. En op de voorkant hoort het Gru logo. Alleen kan ik die niet echt namaken in Minecraft. Laten we er ook wat geel beton bij pakken. De achterkant van de minion moet helemaal in het geel gemaakt worden. Helemaal tot en met daar zo. Laten we ook eraan beginnen met de ogen. En laten we de minion Stuart maken. Dat is een minion die één heel erg groot oog heeft in het midden. En daardoor heeft hij ook best wel een lang hoofd eigenlijk. Hallo Alex! Wat? Wow, Jessie, je mag helemaal niet kijken wat ik aan het bouwen ben. Jawel. Ik bepaal de regels, oké? Dat zijn zo niet de regels. Oh, jij hebt echt een hele mooie minion. Ik weet het, maar als jij nu bij mij kijkt, betekent dat ik ook bij jou mag kijken. Oké, vooruit dan maar. Kom maar kijken. Ik ben zo benieuwd naar wat jij aan het bouwen bent in de tussentijd. Want het is sowieso slechter dan wat ik aan... Het lukt mij niet. Ik weet niet hoe ik een minion bouw. Jessie, dit is de lelijkste minion ooit. Ik wist wel dat je niet kon bouwen. Met die draak had je gewoon geluk. Ja? Oké, wacht maar, Alex. We hebben nog 10 minuten, hè? Wacht maar. Oh, ja, zeker. Ik wacht maar. Nee, sterker nog, ik ga verder werken aan mijn minion om hem nog beter te maken dan die van jou. Ik weet toch dat mijne mooier wordt. Ga maar. Doei, Alex. Doei. Dit gaat nooit mooier worden. Oké, succes. Alex denkt nu dat ik super slecht ben in bouwen. En mijn plannetje die is perfect gelukt. Dus deze lelijke minion die kan weg. En dan doe ik weer / teken. En dan is het tijd om weer een minion te gaan tekenen. Ik ga tenminste weer verder met Stuart afmaken. Die veel beter eruit gaat zien dan alle minions die Jessie ooit zal maken. Jeetje, wat zag dat er lelijk uit wat hij aan het bouwen was. Nou ja, het oog van Stuart. Die komt natuurlijk eigenlijk een klein beetje zo naar voren, de bril. Misschien dat ik dat ook wel een beetje ga maken. Een klein beetje wat meer diepte erin, zo. Zodat het echt lijkt alsof Stuart ergens naartoe kijkt. En natuurlijk moet zijn lichaam hierachter ook gewoon helemaal doorlopen. In natuurlijk wel een beetje een minion vorm. Oké, hoe ga ik dan weer een minion tekenen? We beginnen sowieso met 2 voetjes. Dus hier een voetje en hier een voetje. En dan heeft de minion een mooie blauwe broek. Of nou, eigenlijk een hele lelijke blauwe broek. Kijk, zo. En dan wordt die hier een stukje dikker. Kijk, zo. En minion heeft hier altijd een soort van zak. En dan de rest moet ik helemaal blauw maken. Oké, en dan is de broek van de minion klaar. En de bovenkant van het hoofd van Stuart moet er ook opkomen. Met misschien nog een paar haartjes, zo. Ja, dit is zo leuk met die haartjes. Wat mist die nog? Ja, dat was ik even vergeten. Misschien een mond. Dan moet ik hier de armpjes maken van de minion. Oh, dit gaat echt een hele lelijke minion worden. Oh, ik moet opnieuw beginnen. Dit lijkt meer op een kuiken. Ik ga gewoon door, oké? Want dat gaat sowieso mooier worden dan die van Alex. Oké, hier maken we gewoon de bril. Dan komt hier het oog van de minion. Kijk, zo, het oog is gemaakt. De rest vullen we gewoon eventjes met geel op deze manier. En ik ben zo benieuwd hoe de minion van Alex eruit ziet op dit moment. Sowieso dat hij echt een hele lelijke minion heeft. En het is tijd voor zijn armpjes. Hij heeft namelijk handschoentjes aan. En die handschoentjes gaat hij ook gebruiken, want hij gaat voor Gru werken. En hij is aan het zwaaien. Laten we ook nog een mooie ondergrond voor hem bouwen, zodat hij daar lekker op kan staan. Hij moet niet zomaar omvallen natuurlijk. Hij is best wel zwaar, Stuart. Oké, het geel is gemaakt. En Minion heeft natuurlijk ook een mond. Hier nog even 2 mouwtjes op deze manier. Dit is echt een hele lelijke minion. Maar het is nog niet klaar, want ik wil eigenlijk een minion met een muts. Ik wil een kerstminion hebben. Dus we doen er gewoon, kijk, zo'n mooie grijze muts zetten we bij hem op. Zo. En dan hierboven nog wat blauw.
En we gaan hem opslaan. Natuurlijk met de naam... Bum. Hoppakee. Wow! Oh, wow. Oké, ik wist niet dat deze minion zo groot zou worden. Stuart is af! Holy moly, wat is dat? Jessie? Alex? Wat heb jij daar gebouwd? Wat? Ik heb een hele grote minion gemaakt, Alex. Dit is niet normaal. De grootste minion die er maar is. Binnen 15 minuten gemaakt. Zie je wel dat ik beter ben? En hij heeft ook een vlekje hier zo. Ja, dat is de draak. Ik heb hier heel veel tijd in gestopt. Ja. Dit is onmogelijk. Hij is mega. Hier moet je wel een jaar mee bezig zijn. Jessie, wat is dit? Niks. Dat is... Wat is DFSGD bij Jessie Knijn? Dat is niks. Alex, dit is helemaal niks, oké? Helemaal niks. Doei! Jij hebt dit getekend, hè? Doei, Alex. Doei! Oh, jij hebt al die tijd vals gespeeld! Dit was de video. Klik even op een van deze andere twee video's, want die wil je zeker niet missen. En ze gaan weg in 3, 2, 1...